staan nu voor het beeld waar de VVD zich heel sterk voor heeft gemaakt om dat naar Katwijk te halen. Ja, ja, dat klopt. Wij hebben vorig jaar, toen heeft hij in Leiden gestaan. En samen met Lennart van der Plas, mijn fractievoorzitter van ons, die hebben het initiatief genomen om bij de gemeente aan te vragen of wij dit beeld hier mochten plaatsen voor dit belangrijke thema. Er staan inmiddels heel wat ja, beeldjes, kaarsen bij. Dit slaat goed aan, denk ik, bij de mensen. Ja, dit zijn inderdaad de persoonlijke zaken, mooie herinneringen van mensen. En deze herinneringen van die mensen, die reizen met dit beeld mee. Dus het is niet alleen maar vanuit Katwijk, van inwoners die dat hier hebben geplaatst. Maar dit blijft met het beeld meereizen. Ja, het is aan alle kanten zo persoonlijk en de persoonlijke leed die hierachter zit, ja, daar voel ik heel veel bij. In verband, voor mij persoonlijk is het 13 jaar geleden. En ja, dat heeft met ons zoveel gedaan dat als ik maar iets kan doen om iemand te helpen die de stap naar hulp kan vragen, dan is mij dat heel veel waard. Dus ik begrijp heel goed wat hier wat voor verdriet en emoties om dit beeld heen gaat. Ja, want dit beeld is ook vooral bedoeld om mensen aan te zetten om aan de bel te gaan, als ik het even zo mag zeggen. Ja, dat klopt. Het beeld, het is heel mooi. De kleuren, het geel en het wit. Mensen, het trekt aan en dat heeft de kunstenares ook hiermee getracht te bewerkstelligen. Maar als je dan eenmaal bij dat beeld staat, dan komt het pas de impact van het beeld komt binnen van waarvoor dit hier in Katwijk staat. En dat is om aandacht te vragen voor mensen die depressies hebben en een vervolgstap zou kunnen nemen naar zelfmoord. En vooral de jongeren, maar ik wil zeker hier ook, het gaat niet alleen om jongeren, het gaat ook om ouderen. Het gaat om iedereen. Iedereen met depressie moet geholpen worden en wij vinden dat heel belangrijk om het bespreekbaar te maken. Het beeld staat hier sinds vorige week. Wat zijn de eerste reacties? Ja, heel aangrijpend. Het is ook uiteenlopend. We krijgen reacties van moet dit nu? Maar ik word ook persoonlijk via Facebook word ik ook gecontact en van ja, het is heel erg mooi en wat mooi dat jullie dit doen. Dus ik ben echt heel blij dat de gemeente hiervoor open staat en dat zij het initiatief hebben genomen om dit beeld naar Katwijk te brengen. Even praktisch, als mensen hier staan en ze willen iets met hun gedachten doen, waar kunnen ze dan terecht? Nou zeker het welzijnskwartier, hè? Als je het echt, als je iemand bent die zich hierin herkent en dus ook hulp wil, want daar staat het ook eigenlijk voor. Dat is ten eerste dat je bij het welzijnskwartier of waar dan ook, hè, naar huisartsen. Maar ja, ik zeg zelf, kom met mij in contact. Als ik iemand kan helpen, zal ik het zeker niet laten. En, maar het is ook, het staat hier ook om het bespreekbaar te maken. En ja, dat moeten we met elkaar doen. Dat moeten we met elkaar doen.